Ja, ik kijk jullie even aan. En jullie mij. Want als Feyenoorder. Ja, dit is gewoon een hele zware dag, jongens. Dit is gewoon. En je dik advocaat, die kan wel op tv gewoon gaan vertellen dat het allemaal wel meeviel. En dat Feyenoord in de eerste helft net zo goed was als Ajax. Dik. Dik. Ja, tegen ADO, ja, was Dik heel erg kritisch en was hij boos en dit en dat. En nu heeft Dik voor zichzelf dan besloten, nou weet je dat, we gaan maar eens een beetje mild doen, we doen een beetje voorzichtig aan. Nou, Dik, ik kan je wel één ding zeggen hoor. Als Feyenoorder, dan is dit, na vandaag, is het zo verschrikkelijk uitzichtloos. Het is zo... Komt er ooit nog eens een keer licht in deze ongelofelijke voetbaltunnel? Want als je nou een Feyenoorder bent, vandaag, en je bent een legioen. Het is gewoon, op dit moment is het zo, dat de supporters en het legioen, die zijn beter, veel beter dan het elftal van Feyenoord. Zo erg is het al geworden. En die twee hebben al helemaal geen verbinding meer met elkaar. Want die supporters, waar zitten die nu nog naar te kijken gewoon? Dat is het. Fijn. Ik bedoel, Ajax staat... Ik ga het je aanwijzen. Ajax staat hier, hè. En dit is Feyenoord, hè. En Feyenoord, die staat helemaal daar. Daar. Dit is de afstand tussen Ajax en Feyenoord. Die Ajax had gewoon helemaal niet eens zin in die wedstrijd. We hebben helemaal niet eens een klassieker gezien, vrienden. Totaal niet. Dit heeft niks met een klassieker te maken en met rivaliteit. Ik bedoel, bij een wedstrijd heb je twee ploegen nodig. Goeiedag. En dat Ajax speelde niet eens... Die speelde niet eens op 50%. Met twee vingers in de neus. Met een 4, 6, 8 vingers in de neus. Liepen ze daar in die Kuip. En als je dan een Feyenoorder bent. Dan ga je toch door de grond. Als je er naar kijkt. Ze liepen de eerste helft. Beste Dik advocaat. We waren net zo goed als Ajax. Hey, je stond alleen maar met 10 man voor het doel. In de eigen Kuip, Dik. Ik bedoel, het was armoeig. En daarna speel je tegen 10 man een tijdje. En dan bak je er nog helemaal niks van. Er komt nog niet één spatje aan creativiteit. Nog niet één dingetje waarvan je denkt, ja, daar zit voetbal in. Ai, ai, ai. Nou, beste vrienden, in Rotterdam... Ik wens jullie vanavond en de komende tijd gewoon heel veel sterkte.